iedereen en welkom terug bij Knuffeldraakjes Tutorials. Ik wil jullie graag proberen alles bij te brengen van het haken, wat zover ik dat kan. En door middel van deze tutorials hoop ik dat jullie nog heel veel plezier gaan hebben aan het haken. Ik heb in eerdere lessen besproken hoe je losse steken moet maken, zoals ik dit nu doe, om een basis te maken van je werk. En ik heb besproken de opzetlus, de vaste steek, het rondwerken met losse steken en het rondwerken met de Magic Circle. Al deze lessen zijn te vinden op mijn kanaal. Vandaag ga ik bespreken hoe je de halve stokjes maakt. Halve stokjes zijn eigenlijk, verschilt het niet zo heel veel met de vaste steek. Als je het over het algemeen, als je eenmaal de basis weet van de vaste steek, dan zul je heel veel kunnen komen. Wat doen we als eerst? We gaan eerst een ketting maken weer van 10 steken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Zoals je nog misschien weet van de vorige les met de vasten, begon je toen met 1 vaste steek om omhoog te werken. De halve stokjes zijn iets hoger. Is 1 stap verder dus, in plaats van 1, begin je met 2 losse extra steken. Jouw eerste half vaste steek zal dus ook komen in de, niet in de tweede, maar in de derde losse steek van de naald. Dan maken wij een half stokje. Nou, we slaan 1 keer de draad over de naald. Je hebt nu 2 draden op je naald. Deze steek je nu in de derde losse steek van je naald. Altijd eraan denken om 2 draden bovenop. Je pakt een draad, trekt hem door je losse steek en nu heb je 3 draden op je naald. Nu pak je een nieuw draad en trekt hem door 3 steken. Dat doen we nog een keer. Je slaat je draad over je naald. Je steekt hem in de volgende steek. Soms kan het even prutswerk zijn, vooral met het begin op de ketting. Je haalt hem erdoor, je hebt 3 draden op je naald. Je pakt een nieuw draad en trekt hem door 3 steken heen. En zo maken wij de rij af. Misschien heb je al in de gaten, deze steek komt iets hoger uit dan de gewone vaste steek. En dat kan soms heel handig zijn. Als je wat grote projecten wilt hebben. In elk patroon staat aangegeven wat voor steek ervoor gebruikt wordt. En natuurlijk kun je ook zelf meer dan genoeg creatief bedenken. Het meerdere en mindere overigens is bij elke steek eigenlijk hetzelfde. Eigenlijk, het is gewoon hetzelfde. En ik zal het nogmaals laten zien op de volgende rij. We zijn aangekomen bij het einde van onze eerste rij. Zoals je ziet is het dus iets hoger dan de gewone vaste. Met halve vaste zit je dus 1 losse hoger. We draaien ons werk om, net als bij de vaste. En je begint met 2 losse steken. Deze geldt overigens in de vaste niet als eerste steek. Bij de halve stokjes dus wel als eerste steek. Hier slaat je draad om je naald
Dit keer pak je dus ook niet je eerste steek, want eigenlijk zijn die eerste twee losse. Geldt als eerste. Je steekt hem in de tweede van je vorige rij. Je pakt een nieuw draad. Je haalt hem door. Je pakt weer een nieuw draad en je haalt hem door. 3. Je slaat hem over je naald. Je steekt hem erdoor. Je pakt een nieuw draad. Je haalt hem erdoor. Nieuw draad. Door alle 3. Zo kun je zien hoe het werkt. Meerdere geldt voor dit hetzelfde als met de vaste steken. Je maakt 2 steken in 1zelfde steek op de vorige rij. Je haalt hem over in dezelfde steek, doorhalen, overslaan en door 3. Draad over je naald, insteken, doorhalen, nieuwe draad, door 3. En zodoende meerder je ook met 12 stokjes. Minderen, opnieuw hetzelfde als dat je werkt met de vaste steken. Dit kan misschien wat verwarrend werken. Normaal steek je hem gelijk erin, namelijk met de vaste. Halve stokjes eerst overslaan. Over je naald. Je steekt hem maar door. Je pakt een draad. Nu heb je er dus wel 3. Nu in dit geval steek je hem gelijk weer door de volgende. Je pakt weer een draad. Je hebt er nu 4 op je naald. Je pakt een nieuw draad en trekt deze door alle 4 de steken heen. Nogmaals, je steekt hem in de steek, pakt een draad, direct de volgende, pakt weer een draad. Let erop dat je alleen in de steek haalt en niet eronder zoals ik daarnet deed. 4 lussen op je naald, pakt een draad en trekt het door alles heen. En de laatste steek van deze rij. Nogmaals, onder de V. Pak een draad en door. 3. Dit was de les halve stokjes, meerdere en mindere. Mocht je nog wat willen weten, laat het me weten. Vragen staat vrij. Altijd leuk om geïnteresseerden te helpen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende les.